25 april 2014. Een speciale feestelijke dag, namelijk de lintjesreken. Heel hartelijk welkom allemaal in het gemeentehuis, het huis van ons allemaal. En dat is een reden waarom wij vandaag lintjesreken weer hier laten plaatsvinden. Een plaatselijke lokale bui in het gemeentehuis. Stel ik voor dat we nu maar gaan beginnen met het uitreiken van de onderscheidingen. En ik wil dus ook als eerste uitnodigen de heer Koos Arts uit Rijkenvoort. En het is mij ook een hele grote eer en genoegen om u te melden dat het zijn majesteit heeft behaagd om u te noemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Mag ik dan uitnodigen mevrouw Thea van den Berg van den Heuvel uit Maasgees. Dames en heren, mevrouw van den Berg van den Heuvel heeft zich gedurende een hele lange periode in Maasgees en daarbuiten ook heel zinvol als vrijwilliger ingezet voor met name de zieken. En ik kan u dan ook meedelen dat het zijn majesteit heeft behaagd om u ook te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dan mag ik uitnodigen mevrouw Senten Jacobs, vrijwilliger bij de Zonnebloem Land van Kuik, afdeling Boksmeer, waarbij ze één keer in de twee weken drie of vier oudere, minder valide mensen bezoekt of ze begeleidt bij uitstapjes van de Zonnebloem. En dat, dames en heren, gedurende een lange periode en ook nog eens gelet op de leeftijd van de betrokkenen zelf, zou je bijna verwachten dat anderen voor u zouden gaan zorgen. Maar u blijft dat doen en ik zal uw leeftijd niet verraden. Dat is niet netjes natuurlijk, maar als u volgend jaar 80 wordt, dan weten we dat. Dus mijn genoegen om u te melden dat het zijn majesteit heeft behaagd om u te benoemen tot lid van de Oranje Nassau. Dan mag ik uitnodigen de heer Kusters uit Rijkenvoort. Ik heb zo de indruk dat er toch iedere keer weer nieuwe dingen zijn waarvan u zegt de Rijkenvoort, daar zet ik mijn schouders onder. Maar voor datgene wat u tot nu toe heeft gedaan, kan ik u zeggen dat het zijn majesteit heeft behaagd om ook u hier te benoemen tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Dan mag ik uitnodigen de heer Peters uit Sandbeek. En voor al die zaken die u gedaan heeft en die u nog doet, kan ik u melden dat zijn majesteit heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En van de heer Peters uit Sandbeek gaan we nu naar de heer Peters uit Boksmeer. Jij bent een Boksmeerenaar die met jouw inzet, met jouw kennis, zoveel heeft betekend voor onze samenleving, dat je eerder door mij bent onderscheiden namens het college met de Boksmeerse Bok. Maar wat je daarna nog allemaal hebt gepresteerd, dat is van zodanig belang geweest dat het is doorgedrongen tot de koninklijke paleizen. En ik kan melden dat jij, ik denk ook dat door jouw werk op de school op Metermeer je ook met zoveel jongeren in aanraking komt, die jij ook weer door jouw contacten stimuleert tot ook sportieve activiteiten en anderszins. Dat je ook een goed voorbeeld bent voor jongeren om ze op weg te helpen in deze tijd. Datgene wat de koning niet is ontgaan, toch heel goed kan begrijpen. En ik kan ook melden dat het hele heeft gehaagd om jou te onderscheiden tot net in de Orde van Oranje Nassau. Mag ik uitnodigen naar voren te komen mevrouw Schreijer van Ooyen uit Boksmeer. Onder meer lid, bestuurslid van de plaatselijke carnavalsvereniging, een volleybalvereniging en de stichting Toerisme en Recreatie en Boksmeer. En dat zijn activiteiten waar ze de laatste
jaren ook haar schouders onder heeft gezet. En dat wordt niet alleen gewaardeerd door degene met wie u werkt en die u hebben voorgedragen, maar ook zijn de majesteit denkt daar zo over en ik kan u melden, maar dat hebben u natuurlijk inmiddels al lang door wat ik nu ga zeggen, dat het hem heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En dan tot slot, mevrouw Tillemans Vervoort. U bent iemand die ik ken, die er altijd is als u nodig bent. Er zal nooit op u tevergeefs een beroep worden gedaan om hulp te bieden of u in te zetten als dat gevraagd wordt. En dat doet u op allerlei manieren. En daarom ben ik heel, heel blij dat ik u mag melden dat het zijn mindset heeft behaagd om u te onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Recht in de lens kijken. Net doen alsof het leuk is vandaag. Ja, helemaal goed. Perfect. 1-2 komt ie. Ja, netjes. Ja, helemaal goed. Perfect. Nog eentje voor de gesloten oogjes. Dankjewel.